Ik ben Isha Wel, ik ben 23 jaar. Ik woon in Wolfhezen op het workhome van het Leo Kannerhuis. En ik werk enerzijds op de werkplaats van het workhome, de werkvoorziening met allerlei dingetjes die je straks ook allemaal gaat zien. En anderzijds werk ik ook in Driebergen als mede-organisator van de kerkdiensten voor jongeren. Nou, bij autisme is het natuurlijk zo dat de verwerking van informatie anders gaat dan bij andere mensen. Bij mij gaat de informatieverwerking vooral veel langzamer. Dat wil zeggen dus dat informatie die bij mij binnenkomt, dat het langer duurt voordat het verwerkt is. En daardoor raak ik ook veel sneller overprikkeld en zo. Maar daardoor kan ik ook bepaalde prikkels, die neem ik ook heftiger waar dan dat ze zijn. Hè? Dus geluid, dat hoor ik harder dan dat het daadwerkelijk is. Licht zie ik veller, smaken die zijn voor mij heftiger, dat soort dingen. En het duurt ook bij mij veel langer voordat bepaalde dingen tot me doordringen, die me gezegd worden of wat dan ook. Dus ja, een aantal dingetjes. Ik moest een behandeling buiten huis volgen in Duivendrecht. Daar heb ik heel veel inzicht gekregen in mijn situatie en ook in hoe ik ermee om moet gaan. En dat heeft me heel veel goed gedaan en ik ben van daaruit ook heel erg ontwikkeld tot wat ik nu ben. Ik ben een hele zelfstandige jongen geworden en ik woon nu semi-zelfstandig hier in de aanleunwoning van het workhome. Het is een hele fijne plek om te wonen hoor, deze aanleunwoning en deze met dit hele fijne woonkamertje. Ik heb een keukentje, een slaapkamer, wc, een badkamer en ik heb een kelder zelfs. Nou, dat hebben ook niet heel veel mensen van mijn leeftijd. Maar eigenlijk hoor ik eigenlijk wel in een andere plek thuis, denk ik. Dus eigenlijk moet ik gewoon in een wat grotere plek komen te wonen en ik hoop dat ik dat in de toekomst kan doen. Ik ben twee weken geleden ben ik op sollicitatiegesprek geweest bij een bedrijf in Arnhem-Zuid en bij een bedrijf hier vlakbij in de gemeente nog. En die hebben ook eigenlijk allebei tegen me gezegd van wat ons betreft kun je beginnen. Maar ja, dan moet ik alleen nog wel even een keus kunnen maken. Maar ik verkeer dus in de luxe nu dat ik dus gewoon mag kiezen tussen twee werkplekken. Nou, daar word ik echt heel erg blij van. Want ik ben van mezelf een hele blije persoonlijkheid, om zo maar te zeggen. Ik hou altijd van mezelf aan dat ik blij ben, omdat ik geen aanleiding heb om niet blij te zijn. En daar steek ik ook andere mensen in aan. En dat helpt zeker ook in mijn levensgeluk. Dat ik ook mijn blijdschap aan andere mensen om me heen uit kan delen. Bijvoorbeeld dus inderdaad met de jongerendiensten. Maar ook bijvoorbeeld inderdaad met andere dingen die ik buiten de deur doe. Ik organiseer nu ruim een jaar jongerendiensten, kerkdiensten voor jongeren. Ik vind het heel leuk. Echt heel erg leuk om te doen. We hebben er nu vijf gehad. Vijf verschillende opvoeringen hebben we gehad in Driebergen. Goed bezocht en de mensen zijn heel enthousiast. En we gaan half juni gaan we de zesde opvoering doen van onze jongerendiensten. En dan hopen we dat het weer zo'n geweldig feest gaat worden. Ik word gewoon heel blij als ik gewoon lekker buiten de deur, buiten Wolfhezen, gewoon lekker leuk dingen kan doen. Met vrienden of ook wel eens gewoon zelf op mezelf. Maar gewoon dat ik ook lekker, dat ik ook gewoon lekker even erop uit kan. Goedemorgen. Dag Isha. Kom binnen. Welkom. Leuk dat je er bent. Nou, welkom in mijn nieuw bescheiden onderkomen. Leuk. In Veenendaal, ik woon hier nu 2 jaar. Heel erg leuk, gezellig. Mooi aan de Gelderse Vallei. Heel relaxed en genieten. Bevalt je goed? Enorm, ja, ik ben zo blij. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het met je gaat. Nou, zullen we maar eens even gaan zitten. Sinds 2015, toen we elkaar de vorige keer hebben gezien, en sindsdien ben ik verhuisd. Ik woon nu tegenwoordig in Veenendaal. Dat is inmiddels nu 2 jaar zo en ik zit hier heel erg op mijn plekje. En dat is dus een grote verandering in mijn leven. Wat ook een verandering is, is dat ik de vorige keer dat we elkaar spraken nog een baan had in Arnhem als communicatiemedewerker. En tegenwoordig werk ik bij de televisie
meer bepaald bij RN7 in Nijmegen. Als programmamaker en tekstschrijver en redacteur voor tv en voor social media. Eigenlijk best wel veelzijdig. Hartstikke leuk om te doen, dat vind ik ook goed, want dan haal je natuurlijk een beetje diversiteit in je dagelijkse activiteiten. Dat vind ik altijd leuk en dat is dus eigenlijk hoe mijn leven er nu in de notendop uitziet. Ja. Even over dat wonen. Ja. Dit is een zelfstandig huisje. Mm-hmm. Appartement. Appartement. Is dat veel anders als een Durko? Het appartement wat ik hier heb is natuurlijk een stuk groter dan wat ik natuurlijk in het Workroom heb. Dus ik heb hier meer ruimte. En meer ruimte betekent natuurlijk ook meer schoonmaakwerk, helaas. Ja, dat is wel een dingetje. Dus ik ben eigenlijk elke dag wel aan het schoonmaken. Maar goed, dat hoort erbij en dat vind ik ook prima. Koken? Ja, ik moet ook zelf voor mijn eten zorgen. Dat is natuurlijk ook wel eventjes een dingetje. Zeker als je dan net een hele dag in Nijmegen bent geweest en je komt aan het einde van de dag thuis en je moet nog helemaal aan je eten gaan denken. Dat is niet altijd even fijn. Maar goed, het hoort er ook gewoon bij. En we hebben twee keer in de week hier wel op de galerij gezamenlijke maaltijden voor alle bewoners. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dan sluit ik ook vaak bij aan. Bijna altijd. Dat is hartstikke leuk en gezellig. En, ja. Krijg je ook ondersteuning, begeleiding? Ik krijg één keer in de week een uur, een beetje ondersteuning, hoe noem je dat, begeleiding. En dat is heel erg goed, want het is meestal even kijken van hoe gaat het en er zijn nog dingen waar je tegenaan loopt, waar je wie bij kunnen helpen. En dat is af en toe heel erg prettig als dat gebeurt, als er eens een keer iets heftigs is voorgevallen en dat is het afgelopen jaar af en toe wel eens ook gebeurd. Dan is het hartstikke fijn dat er iemand is die jou even kan helpen met een beetje de moeilijke dingen op te lossen. En nog eventjes, ik heb bijvoorbeeld een keer gehad dat ik iets heel heftigs had meegemaakt. Ik zal er niet te veel over intreden op detail. Maar toen is het schoonmaken een beetje in de slop geraakt. En toen was het wel even heel erg fijn dat ze me daarmee konden helpen. Ja, dat was wel heel goed. Wat zijn de dingen waar je nu nog tegenaan loopt? De dingen waar ik nu nog tegenaan loop? Nou ja, ik zou eigenlijk veel beter moeten kunnen leren schoonmaken. Dat is eigenlijk toch wel een serieus dingetje. Dat zijn dingen waar ik nog tegenaan loop. Ja, financieel, dat is ook nog wel een dingetje. Ik ben namelijk niet heel erg handig met mijn financiële dingen en met het lezen van mijn contracten en brieven, et cetera. Dus daar heb ik ook nog wel hulp bij nodig. Ja. En bijvoorbeeld vriendschap, heb je vrienden en dat mensen met wie je omgaat? Ik heb gelukkig heel veel vrienden in mijn omgeving die mij ook helpen met dingen. En dat is hartstikke leuk. En ik heb natuurlijk mijn ouders, die wonen ook niet heel erg ver vandaan. Dat helpt natuurlijk ook heel goed. Dus die kunnen, als het echt even moeilijk wordt, als het echt een probleem is, zijn zij natuurlijk ook heel snel hier. Dat is heel erg fijn. Dus ik heb altijd wel een vangnet inderdaad, op het moment dat ik een probleem heb, dat ik daarop teruggevallen. En ik heb de begeleiding hier natuurlijk, dus dat is ook heel erg fijn. Ja. Welke kenmerken van autisme vind je dan op jezelf van toepassing? Nou, wat een belangrijk kenmerk is van autisme is dat de informatieverwerking niet helemaal lekker gaat. Bij mij gaat die langzame informatieverwerking. En dat is soms wel vervelend. Ik was vorige week nog met een vriend in Utrecht. Dat was best wel druk en op een gegeven moment word je daar helemaal gek van. Tenminste, ik werd er op een gegeven moment helemaal gek van. Dat was... Op een gegeven moment was ik het ook gewoon echt zat en wilde ik ook weer naar huis. Maar ik vind het op zich ook wel leuk af en toe hoor, om naar een plek te komen waar ook veel mensen komen. Ik ben wel eens bij grote evenementen geweest en dan red ik dat wel even. Voor die avond is het wel oké, maar geen hele dagen. Nee, dan word ik op een gegeven moment dan een beetje horendol. Ja, maar goed. Dat herken ik gelukkig wel bij mezelf, dus als het dan even te veel wordt, dan stap ik ook gewoon even uit de situatie en dan na een paar minuten dan gaat het wel weer hoor. Dus in de praktijk levert het niet zo heel veel problemen op wat dat betreft. Waarmee, als je niet werkt, waarmee vul je je dagen? Ik doe natuurlijk heel veel schoonmaken. Daar ben ik eigenlijk elke dag wel mee bezig. Boodschappen halen. Eigenlijk het huishouden in het algemeen, dat neemt ook best wel veel tijd in de slag. Maar als ik even niks tussen doe, vind ik het hartstikke leuk om met vrienden af te spreken, te bellen. En om lekker een blokje te gaan wandelen, vind ik ook heel erg lekker. En dat kan hier ook heel erg goed in het open gebied.
Want ik woon hier pal aan de Gelderse Vallei. Mooi, open, groen terrein. Prachtig om te wandelen. En ja, dat doe ik dus heel vaak. Ik zie daar al die Donald Ducks nog staan. Die pak je nog regelmatig erbij? Ik ben nog steeds lid van de Donald Duck, ja. Ja, ik ben al bijna 20 jaar lid van de Donald Duck. En dat blijft voorlopig ook nog wel even zo. Want ik vind het gewoon veel te leuk. Iedere week komt er dan weer zo'n duck in de brievenbus. En dat is altijd wel heel erg leuk om dat dan te lezen. Wat ik zo leuk vind aan mijn werk in Nijmegen is dat het gewoon echt een soort van visuele uitlaatklep is, weet je wel. Mijn hoofd zit helemaal vol met allemaal gekke, bizarre ideeën en fantasieën. En het is hartstikke leuk om daar natuurlijk om dat natuurlijk realiteit te maken. Dat kan met televisie natuurlijk fantastisch. En ik ben redacteur. Dat houdt natuurlijk in dat ik me bezig hou met de inhoud van zo'n programma. Een van mijn belangrijkste taken in de social media redactie is dat ik op zoek ga naar archief, foto, materiaal. En om dan inderdaad aan de mensen te kunnen vertellen van dit is er toen daar gebeurd. En dan ben ik dus ook inderdaad soms in het archief op zoek naar mooi fotomateriaal of oude aanzichtkaarten waarmee je dat dus heel mooi in beeld kan brengen. En één keer in de week hebben we dan dus een soort van archieffoto van de week. Die we dan op de social media, de Facebook en de Instagram van RN7 plaatsen. Met een begeleidende tekst die ik overigens zelf ook mag schrijven altijd. Hartstikke leuk om te doen ook. Ja, het is heel leuk en heel divers werk. En ik hoop echt ook dat ik dat nog verder kan uitbouwen. Heb je ook een relatie? Op dit moment heb ik helaas geen relatie. Je raakt me op een hele gevoelige plek met die vraag. Ja, nee, ik heb geen relatie en dat is op dit moment en dat is helemaal niet leuk, niet altijd. Het is ook best wel chill als je niet een andere verwoording, of noem je dat? Het is heel erg, het kan heel erg fijn zijn als je niet steeds verantwoording moet afleggen aan je vrouw. Maar ik mis het wel echt heel erg hoor, want dan wil ik wel eens op vakantie gaan en dan heb ik niemand om mee op vakantie te gaan. Dat is echt... Dat is echt heel vervelend. Mensen van mijn leeftijd die zijn allemaal getrouwd. Heel veel hebben ook al kinderen. En die gaan dan gewoon lekker met het gezin weg. En nou, ik heb dat natuurlijk niet. En dat mis ik heel, heel, heel erg. Ja, en dat is echt wel iets waar ik soms... En wat voor type zoek je? Wat voor type zoek ik? Ja, het is altijd heel moeilijk om te zeggen wat voor type zoek je. Maar over het algemeen val ik op toch wel een beetje de wat stoerdere... Ja, chicks om het zo maar te noemen. En Maar wat wel een belangrijk dingetje is, ik vind het altijd fijn, ik ben zelf gelovig, dus ik vind het altijd fijn als degene met wie ik optrek ook gelovig is. Dat helpt, dat is toch wel iets wat je in een relatie toch wel bindt, om het zo maar te zeggen. Ik hou niet van shoppen, dus wat ook een afknapper is, roken. Ik kan absoluut niet tegen roken. Nee, dat vind ik echt smerig en niet lekker. Nee, dus dat is... En wat ook een belangrijk dingetje is, bij mij zeker, je moet behoorlijk wat adrenaline kunnen hebben. Omdat ik in het dagelijks leven, en dat zul je merken als je wat langer met mij omgaat, ik ben een stuiterbal. Ik stuiter altijd de kamer rond en ben altijd blij en et cetera. En daar moet je wel tegen kunnen. En sommige mensen die worden helemaal gek van mijn enthousiaste stuitergedrag. En dat is natuurlijk niet handig als je dan de rest van je leven met mij moet slijten. Maar ik denk, liever dat dan een chagrijn. Dat is waar, ja. Ja, je kunt een meter in mij hebben dan een chagrijn. Dus dames... Ja, wat hoop jij in de toekomst nog te bereiken? Wat hoop ik in de toekomst nog te bereiken qua werk? Nou ja, ik wil natuurlijk heel graag mijn tv-mediacarrière verder uitbouwen. Dus ik hoop dat ik in Hilversum aan de slag mag. Misschien als iemand nu zit te kijken naar dit interview en je zoekt nog een enthousiaste programmamaker, bel me, hier zit ik. En een vrouw dus. En deze wooninrichting is natuurlijk niet voor permanente bewoning. Het is een doorstroomconstructie, dus op termijn, over een aantal jaar, zou ik hier ook weer niet meer wonen. Maar ik zit hier in Veenendaal op zich prima, dus ik zou het wel heel erg fijn vinden om in ieder geval hier lekker in Veenendaal tussen mijn vrienden en in de buurt van mijn familie te kunnen blijven zitten. Dus dat is ideaal. Een ideale thuishaven is Veenendaal en ik hoop hier echt nog wel even te blijven.